Hey, 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 hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Bij mij wel. Een hele interessante vergadering gehad. Ik ben buurtconciërge in Klarendal. En Klarendal is een aandachtswijk. Je moet altijd positief brengen. Hier in Arnhem. Rotzooi op straat, drugshandel, hondenpoep, graffiti, burenruzies, gezinnen die ontsporen. Wat hebben we nog meer? Ja, ook heel veel leuke dingen. Heel veel eenzame mensen. En dat is dan misschien nog het leukste, want voor die eenzame mensen kan je concreet wat doen. We gaan binnenkort een disco bijwonen. Die hebben wij aangeslingerd. Zo'n influencer in de buurt, die heeft het opgepikt. En die gaat ermee aan de slag. En mijn collega en ik, wij gaan zorgen voor popcorn en kippenvleugels. Ja, je de hele tijd gelopen disco. Hè? Moet wel wat te eten zijn. Hè? Dan gaan we dat lekker doen. En zo werken we aan de bestrijding van eenzaamheid. Ook dat nog. En vandaag overleg gehad op de gemeentewerf. Het is voor mij een hele nieuwe wereld hoor. Hoe de gemeente Arnhem. Hoeveel partijen dat wel niet zijn. In onze Gmail, Google account. Hebben wij nu 70 namen van personen en instellingen. Ja, namen en telefoonnummers en e-mailadressen en een toelichting erbij. Want ja, bij 70 personen weet je het in instanties, dan weet je het echt niet meer uit je hoofd wie wat ook alweer doet. En dan vandaag zijn er nog meer namen voorbij gevlogen over tafel. Ja, geweldig. En onze coördinator, die heeft 35 jaar lang heeft hier in de horeca gewerkt op Curaçao. Allemaal eigen ondernemingen samen met zijn tweelingbroer. Die heeft op zijn hoogtijdagen 250 mensen aangestuurd. En die zit er dan dus hoofdschuddend bij, als het ware dan. Hè? Dat doet hij niet zo. Maar wel, dan staan we buiten te smoken en dan slaakt hij zo'n diepe zucht. Ja, ik heb toch gezegd net bij de vergadering van... En daar wordt er helemaal niet op gereageerd. Oh ja, en handhaving was er niet. Hey, bij deze mensen van handhaving. Ja, wie moeten we op jullie afsturen? Want hier moet gehandhaafd worden. Nee, verdorie, ze waren uitgenodigd. En dat je niet op kon dagen bij een vergadering. Er waren 3 man uitgenodigd. Nou, ik kan me voorstellen dat je geen zin hebt om met z'n 3 te komen. Alhoewel, waarom niet? Dus een half uurtje, 3 kwartier klessenbessen en dan kan je heus wel weer weg hoor. Stuur dan minimaal 1 iemand. En als dat ook niet kan, doe dan even een mailtje van we kunnen niet. Nee, helemaal niks. Er komt helemaal niemand. Nou, die handhavers? Ja, de ene handhaver is de andere handhaver niet. Ah, ze heel aardige jongens. Ik ken ze. Van gezicht dan. Hè. Af en toe praatje gemaakt. Ja, ik weet ook niet hoe dat zit. Maar iemand anders van de gemeente, die hoort dat dan ook. Van, oh ja, dan hebben ze ook niet afgebeld voor de vergadering. En die had dan zo'n, dat is een dame, dan moet je voorop passen. En die pakte gelijk de boek erbij. En dan, nou, dan gaan we even een aantekening van maken. Nee, ga er maar vanuit dat ik eventjes hier melding van ga doen. Dus ga er maar vanuit dat de volgende keer is handhaving erbij. Voor het functionarisoverleg. En voor de rest heb ik eigenlijk niet veel gedaan. Ja, met het openbaar vervoer gereisd naar de vergaderpunt toe. En vanmorgen met mijn collega hebben we wat e-mails de deur uit gedaan. En... ja, maar dat soort dingen. Echt een droombaan.
Dus ik mijn hele leven lang ben ik, net als mijn coördinator, zelfstandig ondernemer geweest. Met een aantal mensen, ja, niet veel hoor, geen 250. Maar een handjevol mensen was altijd om me heen. En nu heb ik dan voor het eerst van mijn leven een arbeidsovereenkomst. En wat een baan zeg. Ik kan elke maand sparen. Iets van 25% bijna, of iets meer. Nee, iets meer dan 25% van mijn inkomen, dat is dan mijn streefwaarde om dat naar de spaarrekening te doen. Kijk, en dat betekent dat ik financieel dus geramd zit. Dat snap je ook wel. En dat betekent toch weer vrijheid. Dus als binnenkort mijn wasmachine kapot gaat, dat vind ik natuurlijk niet leuk. Maar het is geen ramp. En als de dikke deur op mijn bril gaat zitten, dan ja, dat is wel vervelend. Maar het is geen ramp. En ik heb de mogelijkheid om te gaan verhuizen. Want verhuizen kost geld. Nee, met mij gaat het goed. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dat kan ik je vertellen. Want het is niet vanzelfsprekend dat het goed gaat met iemand in deze samenleving. En als het goed met je gaat, dan mag je daar heel, heel, heel dankbaar voor zijn. En dat ben ik. Het onderwerp waar ik het over wil hebben is satanisch ritueel misbruik. Op zijn Engels, satanic ritual abuse. SRA is de officiële afkorting. Ik ben hier al een hele tijd van op de hoogte. Ik ben op de hoogte van het feit dat die geruchten in de rond te gaan. Een van de meest hartroerend, is dat nog een woord? Vond ik een interview dat Greg Anthony Shizmansky, en die zit nu bij First Amendment Radio. Die heeft het met haar gehouden. En die vrouw die heeft het interview gegeven onder een, dat heet een pseudoniem, ja. Een schuilnaam. En als je het wil luisteren, dat interview, dan moet je zoeken op de naam S-V-A-L-I. Simon, Victor, Anton, Leo, Isidor. Of Isaac. Svali. En Greg, Anthony. Shizmansky. Nou, Shizmansky ga ik niet voor je uitspellen. Dat is de Poolse achternaam. Dat is S-Z-Y. Maria, Anton, Nico, Simon, Karel, Isaac. Shizmansky. Dat interview heb ik denk ik wel 3 of 4 keer beluisterd. Die vrouw is ondergedoken. Die is haar gezin kwijt, inclusief dus het contact met haar kinderen. Ik heb ook nog dat boek gelezen en dat heet The Franklin Cover-Up. Het boek heb ik zelfs nog gekocht. Ik heb het gekocht. Ik heb het in bezit gehad. Ik heb het niet gelezen via internet. Ik heb dat boek gekocht. Daar staat het ook in. En dan gaat het om Nebraska.
Satanic Child Abuse in Nebraska. En wie schetst mijn verbazing toen ik vorige week hoorde via internet dat ik dacht Gideon van Meijeren, dat hij er ook over, dat hij het was, van het Forum voor Democratie. Dat hij dat aangekaart had in de Tweede Kamer. Of bij een of andere hoorzitting van een commissie. En toen dacht ik van, nou ja, moet je daar nog over beginnen? En vanmorgen, echt heel vroeg, ik ben heel vroeg wakker altijd, heb ik geluisterd naar een interview van Gideon van Meijeren van het Forum voor Democratie met een of andere gozer van Café Weltschmerz. En toen bleek dat Gideon niet zomaar wat holle frazen de wereld inslingerde, maar dat hij zijn opmerkingen baseert op een radio, op een aantal radio-uitzendingen die Argos in samenwerking, omdat Argos is een programma van de VPRO in samenwerking met de instantie en die heet Human. Ik neem aan dat het dan gaat om een soort humanistische beweging. En dat is dus op de radio geweest, bij de NPO. Kijk, en nu gaan we nadenken. Als je mij op de man afvraagt, geloof jij dat dat gebeurt, dat satanisch ritueel kindermisbruik? Dan is het antwoord volmondig ja. Als je mij vraagt, is er in Nederland sprake van intergenerationele seks? Dan is dat voor mij niet meer, dat is geen kwestie van geloven. Hoe dat is. De intergenerationele seks, de seks tussen volwassenen en het kleine grut, nou dat komt voor. Dat weten we met Marc Dutroux en de Madeira-affaire en de Zandvoort-affaire. Dat zijn dan toevallig drie affaires waarin ik mij verdiept heb. Dus dat bestaat. En dan kan jij zeggen, maar dat zeg je nou wel. Dat heb je ook alleen maar van horen zeggen. Ja, dat is waar. Maar ik heb ook wat meegemaakt op dat terrein. En dat wil ik graag vertellen. En dan keer ik terug naar wat het Forum voor Democratie aan het doen is. En hoe zij wordt tegengewerkt. Het verhaal ging als volgt. Mijn persoonlijke ervaring. Dus eerste hand getuigenis. In 2013 leerde ik een vrouw kennen. Nou, wat jaartjes jonger dan ik. Niet heel veel. Die heeft drie kinderen van drie verschillende vaders. Een gezin waar de thuiszorg of zo bovenop zit. Ze zit niet zo lekker in haar vel. En hoe noem je dat? Nou, die heeft het moeilijk. Zo moet je het zeggen. Drinkt veel. Ja, dat drink ik ook veel in de ogen van mensen. Maar ik doe geen gekke dingen als ik dronken ben. Tenminste, ik vind van niet. Ja, het gekste wat ik doe is dat ik... ik kan dus niet meer auto rijden. Maar ja, ik heb ook geen auto. Ik ben ook een keertje, was ik zoveel gedronken. En toen ben ik eventjes met mijn rug op het koude grind gaan liggen. En toen kwam de politie.
Ja, ja oké, dat is natuurlijk ook de bedoeling niet. Maar zij gaat gewoon helemaal uit de plaat als ze het poepje scheef heeft. Er is iets aan de hand met die vrouw. En wat zij mij vertelde, was dat haar ouders voor de buitenwacht. En zij dacht dat ook altijd. En die ouders die waren Jehova's getuigen. En ze ging heel trouw elke zondag naar de Koninkrijkzaal. En toen dacht ik, oh wat interessant. Ik ben christen sinds mijn 13e, zo'n beetje. Ik weet nog dat zij op een avond bij mij op bezoek kwam. In die tijd, 2013, 2014. En toen ben ik haar uit het oog verloren. En dan kwam ze wel eens bij me langs. En dan bleef ze slapen. En dan dronken we lekker witte wijn. Tenminste, zij dronk dan witte wijn. Van die zoete Duitse troep. En ik dronk dan tequila. Tegenwoordig drink ik geen tequila meer. Maar toen wel. En dan gingen we Bijbels vergelijken. En toen had ze haar Bijbel meegenomen. En die stond vol met aantekeningen. Dus die zat bij de Jehova's getuigen. Dus wat dat betreft heeft ze niet tegen mij gelogen. Want ik heb die Bijbel gezien. Toen vertelde ze daarbij ook nog dat toen ze 6 was. En op een of andere manier was zij het zwarte schaap van de familie. Ze heeft een oudere zus en een nog oudere broer, dacht ik. Dus de laatste van 3. En zij lag niet lekker. Ze was een stout kind en ze had ook het lelijkste kamertje. Een soort assenpoester. Wat ze op een nacht, of een nacht, 11 uur 's avonds, komt de vader de slaapkamer binnen, doet het licht aan en zegt dat ze zich moet gaan aankleden, want ze gaat mee. En dat doet ze dan maar. En haar moeder stond op de gang, met een blik in haar ogen, van jij doet precies wat papa zegt, want dat is mama's wil. Ja, dan heb je ook geen keus. Dus ja, dan moet je maar gaan aankleden en maar mee met papa. Toen zijn ze ergens in de buurt van Velp of Roosendaal. Dat zijn van die plaatsjes hier in de buurt van Arnhem, richting de Hoge Veluwe. Waar precies, dat wist zij ook niet. Is hem meegenomen. En haar vader, inclusief een aantal ooms, andere volwassen mannen, hebben toen seks gehad met haar. Zij was toen 6. En dan weer lekker naar huis en de volgende dag naar school. Op een dag kwam ze thuis en toen lag haar vader op de bank in de woonkamer bovenop haar oudere zus. En die had seks met haar zus. Gewoon thuis. Dat gebeurde. Ze kwam op een dag kwam ze thuis. En dan zat haar vader in de woonkamer op de bank met een gitaar op zijn knie. En die zat al die miola te spelen. En zo plink plonk en zij was stom verbaasd. Dat had ze de vader nog nooit zien doen. En haar vader die zei met een glimlach. Ja, dit heb ik vannacht geleerd. Tja. Ze vertelde ook nog dat die nachtelijke missen. Dat noem ik dan maar even zo. Zijn rituelen die ze dan doen.
Er werden kinderen bij geofferd. En ze dacht, oh jee, straks ben ik de bok. Maar toen werd ze een jaartje of 14, 15, 16 en toen dacht ze van nou, volgens mij heb ik het overleefd. Ja, en toen was ze er getuige van dat een jonge man van een jaar of 18, totaal gedrogeerd, want zo werken ze dan. Die mensen krijgen drugs. En dan weet je van voren niet meer waar je aan de achterkant de scheet moet laten. En er werd er dus een adolescent even gechopt. En toen dacht ze, oeps. Ik ben nog helemaal niet veilig. De laatste jaren heeft ze helemaal geen dingen meer op dat terrein. En is ze een alleenstaande moeder met 3 kinderen van 3 verschillende kerels. En, nou, geen werk, uitkering en, nou, en begeleiding erbij. Ik ben ook nog een paar keer bij haar thuis geweest. Nou, word je niet heel vrolijk van. Niet dat ik haar niet lief vind, hoor. Daar heeft het niks mee te maken. Maar zo uitzichtloos. Maar nou komt-ie. Op een avond word ik gebeld door haar. En zit ze in een café, een danscafé. Dat is nu dicht. Failliet, opgeheven, dat soort dingen. Pre-corona al, hoor. Maar anders had het de coronatijd ook niet overleefd. Die tent is nou dicht, maar toen was het nog open. En er was daar kennelijk iets gaande, een soort discoavond. En dan vroeg ze, kom je ook? Nou, natuurlijk. Dus met een kwartiertje of zo, 10 minuten, dat is om de hoek. Even tanden poetsen en huppakee. Schoon t-shirt aan. Kom ik die zaal binnen, zo'n lange bar. En ik zie haar zitten. Het was best druk. Ik zie haar zitten. En ze zit te praten met iemand naast haar. Ja, dat kan. Hè. Je bent in de kroeg en je maakt even een praatje. En ik stap dus op haar af. En ik merk dat ze niet even een praatje aan het maken was, maar dat er een diepgaand gesprek bezig was. Want ze keek zo schichtig opzij naar mij en zo, hi, en gelijk weer terug naar die Gent, naar die vent. Vond ik een beetje raar. Maar ik denk, ja, dat moet kunnen. Achteraf kan jij je ook voorstellen dat die man waarmee ze zat te praten, die is met haar gaan praten nadat ze mij gebeld had. Neem ik aan. Nou, dat weet ik ook niet zeker. Ja, en ik bestel een biertje en ik laat haar maar met rust. Ja, ze is nog even bezig. Ja, en dan komt een leuk liedje, nou, een beetje dansen. En dan komt er nog een leuk liedje, nou, nog een beetje dansen. En die twee die zaten heel intensief met elkaar zo aan te staren. En, ja, je ziet die lichaamstaal. Hè? Dat je daadwerkelijk een soort gesloten cirkel vormt met z'n tweeën, waar je niet zomaar in kan stappen. Als je iets weet van lichaamstaal en, ja, ik heb geleerd van lichaamstaal bij verkooptechniek. Ik heb verkopen geleerd. Een verkoper draait voor een groot percentage om lichaamstaal. Een houding. En dan zie ik in ene in mijn ooghoek dat die twee opstaan en ze lopen naar de rookruimte toe bij de deur. Denk nou zeg. Hé? Je belt me op. En nou, je bent even in gesprek. Nou, dat kan.
Maar ik ben toch gekomen? En dan loop je in ene met zo'n vent naar... Dan ga je ook nog roken. Ja, denk positief blijven. En ik dacht, ach, ik heb ook wel zin in een beetje wiet. Dus ik loop die rookruimte binnen. En ik verwachtte dan die twee te zien staan, maar ze stond in er eentje. Dus ik ga naast haar staan. En zeg hallo. En dan zei ze ook hallo. En, nou, ik vroeg, wil je wat drinken? Nee, zei ze, dat wordt gehaald. Ik zei, oh. Ja, oké. En toen zie ik dat me stom. Ik schrok er bijna van. Ik stond met mijn rug tegen een soort zo'n staattafeltje. Hè? Waar je zo op kan leunen, waar je staat. Een hoogtafeltje. En zij stond er dus ook. En ja, links van mij was de voordeur. Rechts van mij stond die vrouw. En links van mij... dus naast mij. Ik dacht, ik ken die jas. Ik ken die laarzen. Toen dacht ik, oh nee. En dat was Wijnanda. Mijn vrouw. Mijn wettige vrouw. We beginnen nog niet over ex en dat soort dingen. Want die scheiding vind ik helemaal niet... ik heb getekend onder dwang. Ja, hoe geldig is dat? En dan staat het, mevrouw staat links van mij. Wat grappig, dat zei ik tegen haar. Ik zei, nou, ik had dat helemaal niet gezien. Je bent dan helemaal gefocust op die gekke situatie. En dan denk je, waar is ze? Oh, daar staan ze. En naast haar was een plekje vrij. Ik denk, huppakee, dat plekje is voor mij. Jo, dat was dus naast de Wijnanda. En zij zo heel vrolijk, oh, dan ga ik even kennis maken. En ik bleef zo heel, ik deed helemaal niks. En ik zei tegen haar, dat doen we niet. Not, nada, niente. En zei, oké. Ik zei, ja, dan laten we het gezellig houden. Niet de boel op de spits drijven. Maar dan had ik dus wel Wijnanda aan mijn linkerkant staan. En het tafeltje. En dan links achter mij was de ingang naar de danszaal, waar de bar is. En dan komt die gozer, die komt uit die danszaal met twee glazen. Ik neem aan witte wijn, want dat dronk ze altijd. En ik zie hoe die vent beweegt. En ik denk, jij loopt niet als een normaal mens. Dat is een beetje zo shocker, zo. Ja, it's a Friday night and everybody's happy. Nee, jij bent aan het acteren. Je bent aan het optreden. Zo, het gaat allemaal om lichaamshouding. Je pelvis naar voren en je schouders naar achteren, zo. En je kop omhoog. En I am the boss. En die stond, ik had dus rechts had ik die vrouw, achter mij was die staattafel, links van mij Wijnanda. En ik zie die vent zo tegen haar zeggen, kom mee. En ik dacht, squeeze me. Ja, wat hij kan, dat kan ik ook. Gaan we toneel spelen in de kroeg. In onze vrije tijd. Ik heb toneel gespeeld. Onder een sodomiet van een regisseur. Dus ook met sekstoestanden erbij en zo. Ik weet wel hoe dat moet. En trouwens, ik heb verkoop gedaan. En dat is ook toneelspelen. Dat is je aandacht. Het heeft te maken met aandacht en concentratie. En dat je alom tegenwoordig bent en vanuit je ooghoek ook kijkt.
En niet dat je maar een beetje zo van, oh, oké, okay, joh, mag ik even langs? Hey, oh, nee, dankjewel. Hey, oh, wat leuk, jurk zeg je. Oh, nee, oh, daar ben je. Ja, hier. Nee, dat is het normaal gesproken in de kroeg. Maar deze man was echt zo, doing, 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 doing. En zij zei niks op dat commando van hem, van kom mee. En toen herhaalde die man, en ik weet ook hoe je je stem gebruikt. En weer met diezelfde stem. Zo'n luide, duidelijke, goed gerichte stem en goed gearticuleerd. En toen zei hij, kom mee nu. En toen gingen mijn nekharen overeind staan. En toen keek ik hem niet in de ogen, ik keek alleen maar naar dat stomme lichaam van hem. En toen reageerde ze nog steeds niet. En voor mij voelde het alsof ik een soort energieveld, een muur of zo, creëerde. En dat die man dus niet verder kon. En dan stond hij daar met zijn twee glazen. Toen heeft die man zich omgedraaid. En ik heb hem niet meer gezien. Ik vroeg aan mijn vriendin, wie was die gozer? Nou, zei ze, dat is er eentje van de club. Zij noemde die club, en dat zijn haar woorden, de Kornaten. En ze zei, ja, het heeft geen enkele zin voor mij om er tegen in te gaan, want als ik de telefoon oppak en hulp gaan zoeken, dan krijg ik één van de Kornuiten aan de lijn, terwijl ik denk dat ik spreek met de GGD of de politie. Of wat voor een instantie dan ook, het leger des heils. Het maakt niet uit. Ze zei letterlijk, ze werken bij de telefooncentrales. Ze hebben in de gaten dat als een bepaald iemand een ander iemand belt, dan gaat er gelijk een rood lampje branden en huppakee. Waarop ik later dacht van ja, ze hielden haar in de gaten. Ze hadden dat telefoontje getrekt naar mijn mobieltje. En zijn gaan ingrijpen. Haar vader had een schoonmaakbedrijf. Ze hadden, ik zou dus niet zeggen waar in Arnhem, maar geen stomme buurt. Hadden ze 4 huizen. 2 benedenwoningen en 2 bovenwoningen. Nummers 11 tot en met 14. En nummer 12, dat huisnummer was weg. Dus alleen maar 11, 13 en 14. Ja, ja. Dat heb ik gecontroleerd. Ze heeft me verteld waar die woningen waren. Ik ben die betreffende straat ingelopen. En inderdaad, daar zijn 2 benedenwoningen, 2 bovenwoningen. 11 tot en met 14. En huis nummer 12, dat bordje, dat is er niet. Nou, dan heb je 4 woningen. Maar ja, je bent directeur van een schoonmaakbedrijf. En waarom zou dat niet kunnen? Je bent toch directeur? Kijk, een schoonmaker, hè, die kan dat niet betalen. Maar een directeur. En ze vertelde me ook nog dat haar vader indertijds schoonmaakte bij de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging. Nou, mag jij me vertellen hoe ik dit moet rijmen? Je bent een directeur van een schoonmaakbedrijf
dermate florerend dat je daar 4 woningen kan van kopen, huren, weet ik veel wat hij had. Nee, daar heeft hij gekocht. Want die ene benedenwoning, dat was vroeger een winkel met een woonhuis erachter. Of een woongedeelte. Of misschien was het zo dat die benedenwoning was een winkel en dan erachter dan een soort opslagruimte of wat je maar hebt. En dan daarboven dat de winkelier woonde. Dat kan ook. Maar dan nog, het zijn dus 1, 2, 3, 4 panden. Ja, maar hoe moet ik dat dan rijmen dat jij als directeur in je avonduren gaat schoonmaken bij de KNMV? Snap jij dat? Of is het zo dat deze fijne lui, die kornuiten, met hem hadden afgesproken, want jij doet een schoonmaakbedrijf en dan zeggen we tegen jou waar je moet gaan schoonmaken. Want een schoonmaker die komt het pand binnen als iedereen weg is. Dus kan je uitstekend spioneren. En als er een keer 's avonds een vergadering is, ja, dan komt de schoonmaker ook nog even. Ja, en dan weet je ook wie er komen. En de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging, ja, daar zitten motorrijders. En motorrijders, die gaan door voor een zekere mate van anarchie en vrijgevochtenheid. En dat hij dan even fijn kon gaan doorklepperen wat er allemaal gebeurde bij de KNMV. KNMV. Kijk, dan snap je het in één keer. Dan tellen er andere belangen. En kan je inderdaad makkelijk afspreken van, nou, wie gaat wat doen? Nou, Piet neemt een schoonmaakbedrijf voor de informatievoorziening. Nee, ik heb ook gewerkt als schoonmaker. En ja, ik weet dat het zo is. Als schoonmaker, jongen. Oh. Nou, je ziet wat dingen, hè? Ik weet nog dat ik aan het schoonmaken was op een vestiging. Ik zal niet zeggen waar, was voor CISA. En dan kom je daar binnen, 's morgens om 8:30 of zo. En dan is iedereen er nog en en dan zijn er nog meer schoonmakers. En uiteindelijk gaan de bewoners naar de dagbesteding en de begeleiding gaat dan ook weg. En dan nog iemand van de begeleiding die doet nog een beetje administratie, maar die moet dan vervolgens daar en daar naartoe. Ja, die bewoners zijn toch op de dagbesteding en die komen dan om 3 uur weer terug. En dan draaide ik een dienst. En er waren 2 vrouwen. En die ene die was therapeutisch weer aan het werk, want die was overspannen geweest. Nou, toen waren die begeleiders en iedereen was weg. En toen gingen die 2, die gingen zitten klessen bij ze. Tja. Als schoonmaker zie je alles. Hè? Ook mensen van de begeleiding die dingen doen waarvan ik denk, ja, dat mag je helemaal niet doen. Maar dan is de teamleider is weg. Ja, dan denken ze ook, van, dan kan ik ook gewoon lekker doen wat ik zelf zin in heb. Heb ik nog behoorlijke scheid meegekregen ook. Want ik heb een aantal mensen waarvan ik dacht, ja, die kan je niet maken. Die heb ik op een rapport gegooid. Bij de teamleider. Nou, dat vonden ze ook niet leuk. Ja, je weet alles als schoonmaker. Of alles. Je oren en ogen open houden. Kijk, een man kan meerdere dingen tegelijkertijd doen, hoor. Ze zeggen dat vrouwen daar zo goed in zijn.
Maar ik denk dat mannen daar beter in zijn. Dan kan je en schoonmaken en je kan luisteren. Omdat ze het zo hebben afgesproken. Het zou mij niets verbazen als we het hele verhaal van mijn getuigen zo moeten uitleggen. Anders heb ik ook geen verklaring voor het gedrag van die jonge man die dan met 2 glazen witte wijn op haar toeloopt en zegt: kom mee. Kom mee nu. Zo zei hij het, hè? En ik denk, hé. Hier hoor ik een toneelstem. Hè, ik praat nu in deze microfoon. Ik kan ook praten. Ik heb in de Junushof, Theater Junushof, daar heb ik heel veel gesproken. En dan moet je je tekst opdreunen. En dan hoorde je dat tot achter in de zaal. Ik weet hoe ik mijn stem moet gebruiken zonder te schreeuwen. Dus het richten van je stem. Wij hebben oefeningen gedaan dat we 2-on-2 en dan kregen we 1 bal. Ja, 20 toneelspelers, zeg maar, en dan heb je 10 ballen. En dan moest je de bal gooien naar die ander. En terwijl die bal door de lucht ging, moest je iets zeggen en dat die stem, dat wat je zei, die klank, die hele zin, daar terecht komt. Dus dat je je stem laat landen zoals je een bal laat landen. Of je stem richt zoals je een bal richt. Ja, ik kan dat. Jij kan het ook, hoor. Iedereen kan het als je het wil. En als je het serieus neemt. En goed je oefeningen doet. Met die bal gooien. Dan moet je oefenen. Anders krijgen we niet. Maar ik wil zeggen, want dan laat ik niet meer. Ja, precies waar het interessant wordt, daar daalt je stem. Nee. Het is het doordenderen. Ja, dan komt het wel aan. En waarom deed die vent dat? Dat soort dingen doen mensen niet in de kroeg. Want ik weet nog wel dat ik met die sodomitische reetridder. Dan gingen we na afloop van de repetities nog even naar het café. Ja, je kon die gozer door het hele café horen. En dat kan ik begrijpen, want die man is niet anders gewend. Hij praat altijd zo. Maar ja, ik wil wel. Ja, ik kan het nu ook gaan doen. Dat doe ik niet, want het gaat mijn bovenbuurvrouw gaan. Wat zie ik je te schreeuwen? Ik schreeuw niet, ik praat duidelijk. Maar ik kan dusdanig spreken dat jij mij bij de voordeur kan verstaan. Ja, dat is ook zo'n spelletje met mijn dochter toen ze hier nog wel eens kwam. En dan doet ze de deur open. En ik zeg je, ik fluister bij kans. En ik zeg, dag lieverd, ben je binnen? En dan zegt ze, ja pap. Ja, 3 verdiepingen zitten ertussen. Ik zit in een portiekflat, hè, met zo'n en dan moet je wachten tot hij onder open gaat. En soms doet hij het niet. Dus. En dan zeg ik alleen maar, dag lief. En dan hoor ik zo, dag papa. Of hallo. Ik kan mijn stem richten. Het is een kwestie van techniek. En die man zat die techniek toe te passen. Dat was mijn perceptie van dat moment. Hè? En dat je zegt, kom mee. En dat je daarna zegt, als het dan niet gebeurt, kom mee nu. Ja, waarom zeg je dat? Hoe verklaar je dat? En hoe verklaar je het feit dat je als directeur van een schoonmaakbedrijf en je hebt 4 woningen, nou, dan moet je toch wel even wat voor op tafel leggen. Al is het alleen maar voor het onderhoud.
En dan zit je 's avonds schoon te maken bij de KNMV. Heb je daar geen Marokkaanse... Ja, of Turkse, of whatever maar, zo'n vrouwtje die het even doet. Want hoe moeilijk kan het zijn om bij de KNMV de boel schoon te houden? Ga er maar vanuit dat bij de KNMV, dat zijn allemaal hele gedisciplineerde mensen. En als die motor ook maar een enige mankement heeft, dan geloof me. De KNMV-man, de enge mannen van de Hells Angels. Nou, het waren natuurlijk geen Hells Angels, maar het hangt er wel tegenaan. Ze zijn net zo vrij gevochten. Maar geloof me dat die mensen netjes kantoor houden. Er hoeven echt geen kerels bij te komen om de rottende kattenlijken uit de prullenbakken te sleren. Nee, dat doet meneer de directeur even zelf. Nou, en dan daarbij, hè, terug naar het FVD. Ik vind dat iedereen lid moet worden van die partij. En ik ga dat ook doen. Ik weet dat het... Dat zei iemand laatst ook alweer. En die zei, ja, alles leuk aan Thierry Baudet. Hij heeft ook trouw gezworen aan de koning. Ja. Die man zei er ook bij. Het is het enige dat we hebben. Voor de rest is iedereen gecompromitteerd. Is mijn mening. En zal niemand hierover beginnen. En op mijn werk, dus ik heb gewerkt als schoonmaker bij CISA. Eerst was ik ambulant, had ik een nulurencontract en toen kreeg ik een jaarcontract. En ik nam die aanstelling heel serieus. Want toen ik ambulant werkte bij CISA, ik zit even de tijd in de gaten te houden hoor. Ik moet snel gaan afronden, maar dit niet lang maken. Maar toen ik ambulant werkte, dan heb je overal puinhoop. Met denken, ja, dat kan ook niet anders, want je kon hem even binnenwandelen. Maar toen had ik mijn eigen vestiging. Dan denk ik, ja, nou is het afgelopen. En nou wil ik een schoonmaker conform de SVS-normen. En ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus en ik wil zo. En die tent die werd schoon, jongen. De mensen van de begeleiding naar me toe kwamen. Nou, dus wel, je bent wel een goede schoonmaker, zeg. Ja, daar werd ik eruit gedonderd, hè. Want ik kwam achter dingen, dat is perceptie natuurlijk. Maar ik dacht, ja, dit is ofwel ongelooflijk stupide gedrag... chaotisch gedrag of het is opzettelijk en dan is het fraude. Dus ik ben eruit gedonderd. En wat blijkt nou? Dat een van die figuren die op diezelfde vestiging werkt en nog steeds werkt, die doet heel gek tegen mij. En die woont in een arbeidersbuurt. Maar ze heeft wel in haar tuin een tuinhuis en weet ik wel allemaal wat ze niet heeft. Ze zitten er warmtjes bij. En die doet raar tegen mij, joh. En die speelt toneel.
Dus op een dag, het punt is, ik ben eruit gedonderd als schoonmaker. En op de dag, op mijn laatste werkdag, was er een bloedmooie vrouw met asblond haar en dezelfde amandelvormige ogen als mijn tweede serieuze vriendin, die ook van die mooie ogen had, waar je half van in slaap valt als je ernaar kijkt. En die zei tegen mij, ze vond het jammer dat ik weg was. Ze weg zou gaan. En toen zei ze, je kan blijven. Dan ga je koken. Ja, dat is wel vrijwilligerswerk. Maar je krijgt je kosten vergoed. En je mag mee eten. En toen dacht ik, waarom niet? Dus ik kook daar nu. Ze zijn niet van me af. En elke keer als die vrouw er dan ook is, als ik kom koken, dan gaat ze dat eens doen met die stem, hè? En je weet het natuurlijk nooit zeker. Maar het ruikt vreemd. Dus de laatste keer was afgelopen vrijdag. Dan kom ik binnen op de B-vleugel. Zij weet dat ik kom koken. Dat weet ze. En wat ze dan doet, is dan gaat ze leunen tegen de keukendeur. Met een dikke reet. Ja, dit is irritatie die van mij dan aan de raad. Zij heeft ook een dikke reet, maar bij wijze van spreken. En dan helemaal opgemaakt. Hè? En dan kom ik eraan lopen. En dan kijkt ze me zo recht in de ogen. En dan zegt ze, dag Perry. Ik ben blij. Ja, ze staat voor de keukendeur. En mag ik de keuken in? Want ik kom om te koken. En dat weet zij ook. En dan moet ik aan haar vragen. Wil je even opzij gaan? Ik moet erdoor. Oh, moet je erdoor? Ga je gang. En dan komt ze even later naar me toe. Gaat het allemaal goed met de inkoop? Zij is onder andere verantwoordelijk voor de inkoop. En ik zeg tegen haar, zo'n beetje elke keer ontbreekt er iets. Dan wil je spaghetti, spaghetti carbonara maken. En dan is er geen Parmezaanse kaas. Hoe doe je dat dan? En zo is het de hele tijd, hoor. Dan maak je kip in kerrysaus met spezieboontjes en whatever. En is er geen kip. Dus ik zei tegen haar, het deugt niet, hè. En dan komt ze met allemaal excuses. Dingen gaan soms fout. En dan zei ik tegen haar, en het is wel vervelend dat het fout gaat. Zei ze, wat een goed idee om het niet fout te laten gaan. Ik zei, doe dat maar dan. Nee, heb ik niet gezegd. Ik zeg helemaal niks tegen haar. Was ook een keer, was ik op de B-vleugel. Het is niet zo heel groot daar, hoor. Ik kan me voorstellen dat het een pentagon is of zo. Maar ik was op de B-vleugel en ik kom die keuken uit, want ik heb de A-vleugel en de B-vleugel. En dan komt op de B-vleugel de keuken uit. Ik ben er even aan het rommelen. En ik zie haar staan aan de andere kant van de woonkamer. Dat is 10 meter afstand ongeveer. En ze staat met haar rug tegen de muur. En ze zit mij recht aan te kijken. Ik hoef haar niet terug aan te kijken om te weten dat zij mij recht aankijkt. En ik zie haar zo als het ware 21, 22, 23, 24. En zij duwt zich zo los van de muur. En dan bam, 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 bam op mij af. Ik denk, daar komt ze aan, hoor.
Dus we willen het graag ontkennen. Maar wat nou als het werkelijk zo is? Dat die getuigenissen van Svali, dat verhaal achter de Franklin cover-up, en de getuigenis van die vrouw, hè? Met die drie kinderen van drie verschillende mannen, die spreekt over de kornuiten. Wat nou als dat waar is? Je kan niet zeggen dat het onwaar is. Want dan heb je een aantal andere dingen te verklaren. En ja, ik vind het ongelooflijk goed dat Gideon van Meijeren, onder leiding, mag ik hopen, van Thierry Baudet, zijn mond roert in deze. En uit dankbaarheid voor het lef en de wijze waarop Gideon van Meijeren zijn rust bewaart, ga ik geld storten. Ja. Lid worden, dat is misschien niet nodig, maar nou ja, ik ben dan liever, ja, ze moeten geld hebben van mij. Dat moet van mezelf. Deze zaken, de Marc Dutroux, daar kan ik ook uren over lullen. De Zandvoort-affaire, die stinkt tot in de hemel. Was zo'n eerste Kamerlid dat tegen mij heeft verteld. Nee, tegen mij, was onder in de kroeg. Er was een Thaise schandknaap, was verwurgd. En dan doe je je pik zo en dan... Dan zit je zo lekker. En dan kon die schandknaap, die kon geen adem meer krijgen. En die is gestikt, zo moet ik het zeggen, ja. Die is gestikt. In die dikke lul. En het eerste Kamerlid, dat zei in de kroeg, hè, met een glaasje whisky en een sigaartje. Hij zei, ja, dan lees je het in de krant en aan de ene kant denk je, wat afschuwelijk. En aan de andere kant denk je, wel een beetje geil. Dat zit in de Eerste Kamer, dat zat in de Eerste Kamer, namens de SP. En wat zegt dat dan? In de kroeg. Nou, allereerst hartstikke bedankt voor het luisteren. Want niemand wil hiervan weten. Ja, en meer eigenlijk niet. Ja, word lid. Van het FVD. Bij mijn weten, de enige politieke partij in de geschiedenis met daadwerkelijk kamerzetels die dit onderwerp zo direct en onverbiddelijk op tafel legt. Word lid van het FVD. Dag lieverds.